Wat mag je verwachten van de TaxFlux 2 Smart T2980? In deze review ga ik je alles vertellen over deze luxe smart trainer van Tax. Hoe zit het met de kwaliteit? Hoe zit het met het prijskaartje? En past die bij jou? En wat zijn natuurlijk de grootste voor- en de nadelen? Voordat we verder gaan, is de eerste indruk die ik had van deze trainer. Hij ziet er typisch uit als een Tax Smart trainer, dus dat herken je direct. Hij heeft een redelijk groot vermogen, daar ga ik zo meteen nog wel meer over vertellen. Helaas is hij niet inklapbaar, beginnen we direct met een nadeel van deze trainer. Hij heeft meer luxe dan de Flux S, maar wat minder dan de Neo 2T, dus hij valt er een beetje middenin. Nou, het fietsen op de Flux 2 dan, kan je alles uit je fietstraining halen. Hoe voelt het virtuele trainen aan en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe voelt de trapbeweging aan en hoe nauwkeurig is deze trainer? Nou, dat ga ik je allemaal vertellen en waar we specifiek op hebben bekeken, waar we op beoordeeld, op de weerstand, hoe realistisch het allemaal aanvoelt, welke software je kunt gebruiken, hoe makkelijk hij is in gebruik en natuurlijk de nauwkeurigheid van de metingen. Hoe groot is de afwijking van de meting maximaal? Nou, de trainingsmogelijkheden van deze fietstrainer. Hij heeft een magnetisch remsysteem, dus hij is lekker stil in gebruik. Het is een van de stillere fietstrainers van dit moment ook. Nou, je kunt virtueel trainen met bijna alle software. Dus denk aan Zwift, Woofie, KinoMap, noem het allemaal maar op. Hij heeft een vermogen tot 2000 watt, dus dat is best wel veel. Nou, als vergeleken met de Neo 2T is het 200 watt minder. Maar 2000 watt is nog steeds heel veel en zeker voor professionele wielrenners is nog steeds genoeg. Laat staan voor wielrenners op recreatief niveau. Nou, je kunt ook trainen met helling, oftewel met een stijgingspercentage van maximaal 16%. Goed nieuws voor de berggeiten onder ons. Nou, het gebruiksgemak, hij is best wel makkelijk in gebruik. Weet dus wel dat hij niet inklapbaar is. Ook heeft hij netstroom nodig, dus je kunt niet draadloos gebruiken. Maar als we dat terzijde laten, is hij gewoon lekker makkelijk in gebruik. Je fiets klik je ook lekker makkelijk erin. Nou, hoe zit het dan met comfort? Ook dat zit wel snor. Hij is namelijk lekker stabiel. Hij is breed gebouwd. Nou, je kunt ook een voorwielsteun gebruiken. Zit helaas niet los bij. Maar als je die erbij gebruikt, is hij nog comfortabeler. Hij weegt zelf 21 kilo. Dat maakt hem ook lekker stabiel. Nou, als we kijken, bij wie past deze fietstrainer het best? Past hij bij jou of niet? Voor wie is dit nou de ideale fietstrainer? Nou, dit is vooral de ideale fietstrainer voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatieve smart trainer met veel virtuele trainingsmogelijkheden, met ook een redelijk nauwkeurige meting, maar die niet meer dan 1000 euro wil betalen. Nou, deze fietstrainer kost veel minder dan 1000 euro, dus het is echt een smart trainer in het middensegment, maar wel van hoogwaardige kwaliteit. Hij behoort wel tot de beste. Nou, als ik kijk naar de ervaring van gebruikers, komt hij goed uit de test. Hier op deze webshop waar ik een screenshot van heb geplaatst, wordt hij beoordeeld met maar liefst 4,7 sterren van de 5. Op basis van 81 reviews, dat is heel erg netjes. Nou, ook, als ik kijk naar de voor- en de nadelen, dan laten we beginnen met de voordelen. Hij is wat goedkoper dan andere high-end trainers, zoals ik al aangaf. Bijvoorbeeld vergeleken met de Neo Bike Smart of de Neo 2T is hij gewoon wat goedkoper, maar hij heeft wel soortgelijke eigenschappen. Hij heeft een stijgingspercentage tot 16%. Komt natuurlijk mooi uit. Kan je intensiever trainen. Wordt de trainer leuker, veelzijdiger van. Nou, is een van de stilste smart trainers. Is onder andere te danken aan de magneetrem. De sterke magneetrem. Nou, hij heeft een ANT Plus verbinding. Hij heeft Bluetooth verbinding. En hij is compatibel met vrijwel alle software. Althans alle vrijwel serieuze software. Dus de bekendste apps kun je eraan koppelen. Gaat ook maar gemakkelijk. Nou, hij biedt ook realistische training. Niet zo realistisch als de Neo 2T. Met Roadfuel bijvoorbeeld, dat heeft hij dan niet. Maar voor de rest voelt het allemaal wel realistisch aan. Hij is helaas niet inklapbaar, zoals ik al een aantal keer aangaf. Houd er rekening mee. Hij is ook niet bruikbaar zonder netstroom. Dus je moet wel een stroompunt in de buurt hebben. Of in ieder geval een verlengkabel gebruiken. De cassette en de voorwielsteun zijn dus niet inbegrepen. De cassette, mocht je die nog niet hebben, moet je die nog even los aanschaffen. En hetzelfde geldt dus voor de voorwielsteun. Nou, moet je hem dan kopen of niet? Ik geef het al 4 sterren. Hij is wat minder luxe dan de Neo 2T, maar hij is zeker beter dan de Flux S. En het is gewoon een hele goede fietstrainer voor een mooie prijs, zeker als we het vergelijken met andere fietstrainers. Nou, het scheelt al een hele hoop als je de beste prijs van dit moment vindt. Nou, er zijn regelmatig aanbiedingen en kortingen. Mocht je gebruik willen maken van de huidige aanbieding of wil je de beste prijs van dit moment bekijken, klik even op het linkje hieronder en dan ga je direct naar de prijsvergelijking. En dan kun je hem kopen voor de laagste prijs. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En ik zie je graag weer in een volgende video.